Wij zien dat dit land... Pegida en DTG, dat staat voor Demonstranten tegen Gemeente, protesteren voor het gemeentehuis van Ede. Vandaag nog. Ze zijn fel gekant tegen de plannen voor het opvangen van zo'n 600 tot 1400 vluchtelingen in Ede. Meneer Van der Knaap maakt er elke keer een paar meer van. Jullie reizen zo'n beetje het hele land af. Waarom laten jullie dat niet gewoon aan de mensen in Ede zelf? Wanneer mijn vrouw hier boodschappen gaat doen, ook gewoon veilig lopen. We hebben in Keulen gezien dat het niet mogelijk is. Veel Edenaren komen kijken bij de demonstratie. Ze zijn bang voor de islamisering van Nederland. Wat vindt u? Daar ben ik ook bang voor, ja. Omdat die lui overal de baas gaan spelen. Ja, verschrikkelijk. Ik kan het echt niet aanzien. Ik snap het nut niet echt van demonstreren. Ik gun iedereen een beter leven. Dat neem je gewoon weg van mensen nu. Naast het scanderen van teksten klinken er toespraken. Maar als de voorzitter van Pegida een varkensmuts op zijn hoofd zet, grijpt de politie in. Waarom een muts? Een varkensmuts? Ja, omdat die mevrouw hem niet op mag hebben, dan doe ik hem wel op. Die mevrouw mocht hem niet op hebben. Blijkbaar had een vrouw bij de demonstratie een muts van een varken op haar hoofd. En toen heeft de voorzitter van Pegida de muts opgezet en hij wordt nu gearresteerd. De sfeer wordt ook gelijk wat grimmiger. Hij wordt na een uur weer vrijgelaten en ook iemand anders wordt opgepakt vanwege het negeren van orders van agenten.